Mijn naam is Paul Rademakers. Ik word volgende maand, in het einde van augustus, word ik 100 jaar. In 45 na de bevrijding moest ik mijn dienst doen in Brussel. In Brussel heb ik dan mijn eerste vriend ontmoet. En dan is Tom ook dikwijls bij ons thuis geweest. Ze hebben daar niet veel over gevraagd, ze wisten dat wel. Toen mijn moeder eerst 83 was, dan heeft ze uiteindelijk gevraagd of ik misschien homo was. Ik zeg ja, ik ben homofiel. En mijn eerste reactie was dan, vind je het erg? Maar nee, zegt mijn moeder, ik kan er maar goed mee zijn dat ik een homofiele zoon heb. Ik zeg, ik moet iets doen voor de homo's. En dan dacht ik, ik zal ze bijeenbrengen op een avond, elke maand. Dan kunnen ze met elkaar praten en elkaar leren kennen. En dan heb ik dat vierjarige gesprekscentrum gehad. We moeten een werking hebben naar de maatschappij toe. Om de maatschappij op de hoogte te brengen en de maatschappij ergens te laten inzien dat ze verkeerd denken en dat de homo's niet zo zijn wat ze zijn. En naar binnen moeten we de homo's ook opvangen en heb ik dan het GOC opgericht. En daar, het GOC, heb ik dan opgericht met nog een paar andere mensen. En dus een van de eerste dingen was dat ze mochten naar het GOC komen en niemand moest zijn naam geven. Ja. En de tweede, dat werd het GOC was voor alle homo's, behalve degenen die minderjarig waren dan 21 jaar, want dat was strafbaar. Hoe komt dat dat ik als boegbeeld word beschouwd van de homofiele vereniging? Ik ga u zeggen, als katholiek, het grote gebod voor de katholieken is bemin uw naaste zoals jezelf. En mijn naaste, dat zijn de homo's. En dat heb ik heel mijn leven zo volgehouden. Dat heeft zin gegeven aan mijn leven. En daar ben ik heel gelukkig mee geweest. En nog altijd. En ik ben blij dat ik zo oud ben geworden. Dat we van het begin, toen ik nog de homo's uit die kasten moest halen, dat het nu zover geëvolueerd is dat ik erbij kan zijn en zien dat ze nu kunnen huwen officieel. Dat is voor mij de kroon op het werk.